Ik ben in zomaar een straat aan het dwalen in Rosmalen. Ik zie hier twee bussen staan van Merksbouw. Dat is Arjan en zijn broer Frank. Arjan is begonnen met het bedrijf. Zijn broer is later bij hem in dienst gekomen, Frank. Ze zijn ongeveer vanaf 1998, 1999 onderweg. En ze zijn hier een woning compleet aan het renoveren. En ze hebben er zelfs een stuk aangebouwd. Nou, dat willen we natuurlijk zien in Dwalend door Den Bosch. En voor iedereen die nog niet weet, Den Bosch is natuurlijk ook Rosmalen, Winkel, Nuland, Engelen, Bokhoven, Empel. Gezellig. Ga er mee. We gaan eventjes naar Arjan en naar Frank Merks van Merksbouw uit Nuland. Arjan en Frank Merks, we staan hier in Rosmalen bij een van jullie werkzaamheden. Wat doen jullie hier, Arjan? Wij zijn hier bezig met een complete woningrenovatie. Dus dat betekent de woning gewoon compleet strippen. Al de vloeren eruit, alles opnieuw stukken door. En aan de voorzijde en de achterzijde nog een stuk eraan gebouwd. Nieuwe badkamers erin. Gewoon compleet nieuw alles. Ja, dat is de kracht van jouw bedrijf, hè? Opgericht in 1998 of 1999? Ja, volgens mij 1998. Het is wel zo lang geleden dat ik het vergeten ben. Ja, het is in ieder geval 17 jaar. Ik zal het wel herinneren. Het is 17 jaar geleden. Hey, woning en renovatie, want ik heb het idee dat je dat liever doet als nieuwbouw. Ja, we doen wel nieuwbouw. We zijn ook met de 200 kap en haren bezig. Maar wij doen het liefst gewoon woningrenovaties. Woningrenovatie, verbouwingen en dat soort werk. Frank, jij bent er een aantal jaren later bijgekomen bij jouw broer. Je bent de installateur, ja. Dus zou maar zeggen pijpbuiger. Pijpenbuiger, ja, dat klopt. Voorrangsmonteur en loodgieter, dat klopt. Ja. Het is wel handig om die in eigen huis te hebben naartoe, maar hoe werkt het met jullie onder elkaar als broers? Ja, dat werkt heel goed. We moeten nog voor de eerste keer ruzie krijgen, dus ja. Dat is echt nog nooit gebeurd, nee? Nee. Nou ja, het is zo, ik ben 4,5 jaar of 4 jaar ouder. Ik ben hem altijd de baas geweest en dan ben ik nou nog steeds. Dus wat dat betreft, als hij gewoon luistert, is er niks aan de hand. Ik heb het gevoel dat het de eerste keer komt. Ja, dat klopt. Nee, hey. Nee, wij hebben nooit geen problemen, nooit geen woorden met elkaar. Ja, goed, kunnen gewoon goed met elkaar opschieten. Dus dat is heel belangrijk. Er zijn heel veel mensen die denken, die vragen naar mij van, god, dat je dat kunt met je broer samenwerken. Dus ja, dat is geen enkel probleem. Nee. Ja, nou, ik heb een prachtige nieuwe badkamer hier ook gezien. Frank, die komt uit jouw handen? Ja, die komt uit mijn handen, ja. We zijn veranderd in de afgelopen tijd, want het installatiegebeuren heeft behoorlijk wat stappen voorwaarts gemaakt. Hè? Ja, eigenlijk het enige is eigenlijk dat alle leidingen voor het vervangen zijn de kunststofleidingen in plaats van koper. Wat vroeger altijd was. Er zijn nog geen draadloze leidingen? Nee, nog niet, maar die zit eraan te komen. Ja. Arjan, heb jij een site waarop mensen werk van jullie kunnen zien, wat jullie in het verleden gedaan hebben? Ja, ik heb pas een site geopend, er staat er niet zoveel op. Dat is www.merksbouw.nl. En daar kun je een paar werken van ons bekijken. Daar komt binnenkort weer wat meer op. We hebben al heel veel gedaan. Maar het is meer, ik heb de site meer geopend dan sommige mensen vroegen van, god, je hebt geen site. Maar ja, we hebben zoveel werk en we hebben toch alles van mond-op-mond reclame. Dus ik heb een website nooit niet echt noodzakelijk gevonden. Maar het is meer omdat sommige mensen het aan mij vroegen. Dat ik bij mijn eigen dacht van, ja, dan moet ik er toch maar een keer eentje openen. Nou ja, wat je hebt gemaakt, daar mag je toch best trots op zijn. Als ik hier kijk naar die achterbouw, nieuwbouw aangezet. Ik adem een compleet nieuw huis, vind ik. Als ik binnenkom, dan is het alsof ik in een splinternieuw huis binnenkom. Nou zit er iemand te kijken die denkt, ja, dat ene aanbouwtje, dat heb ik al zo lang voor ogen. Is het bij jullie een wachttijd of kunnen we werken aan? Nou, er is wel een wachttijd, maar dat is nooit meer dan een week of 6, 7. Vaak proberen we 1 of 2 werken tegelijk te doen. Dat we niet te veel wachttijden op andere werken krijgen. Dat alles gewoon netjes doorloopt. En dat is ons sterke punt. Aan de verbouwing beginnen en zo snel mogelijk afmaken. Waar staat Bouwgarant voor? Een Bouwgarant, dat is een organisatie in het leven is geroepen. Voor dat je aangesloten bent bij een stichting. Waarvan de mensen weten, als ze daarop gaan kijken, van nou, het is een goede aannemer. Die voldoet aan alle regels. Die heeft al zijn verzekering goed in orde. En ik denk het grootste voordeel is, vooral voor de bewoner zelf. Stel dat er iets met mij gebeurt, of ik verongeluk of ik ga failliet. Dan hebben ze de garantie dat het voor hetzelfde bedrag door een collega aannemer afgemaakt wordt. Een garantiefonds? Ja, een garantiefonds, ja. Is